Deze les gaat over stofwisseling. Dat is het totaal van alle chemische processen in de cellen van een organisme. Twee processen die we hierbij gaan bespreken zijn assimilatieprocessen en dissimilatieprocessen. Dit is lesstof voor HAVO 5. Nou, om te beginnen is het van belang dat je weet op welke manier moleculen van Bepaalde stoffen opgebouwd zijn. Nou, om te beginnen gaan we het hebben over de opbouw van organische stoffen. Organische stoffen zijn opgebouwd uit koolstofatomen, waterstofatomen en zuurstofatomen. Nou, deze atomen worden aan elkaar verbonden en dan ontstaat er een molecuul. Een heel bekend molecuul is bijvoorbeeld C6H12O6 ofwel glucose. Daarbij gaan wij de twee processen assimilatie en dissimilatie ook nader bekijken deze les. Eiwitmoleculen zijn opgebouwd uit koolstofatomen, waterstofatomen, zuurstofatomen en stikstofatomen. Daarnaast kan er ook een um, zwavelatoom of een fosforatoom aangekoppeld worden. Anorganische stoffen zijn opgebouwd uit allerlei verschillende atomen. Die zijn hier weergegeven in het periodiek systeem. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld H2O en NaCl, ofwel keukenzout. Nou, we gaan twee stofwisselingsprocessen, assimilatie en dissimilatie, wat specifieker bekijken. Assimilatie is de opbouw van moleculen, dissimilatie is de afbraak van moleculen. En heel specifiek gaan we beginnen. Met 6 CO2-moleculen en 6 H2O-moleculen. Nou, het assimilatieproces <coughs> wat we hier gaan beschrijven heet fotosynthese. We beginnen met 6 CO2-moleculen. Daarbij hebben we 6 H2O-moleculen. Onder invloed van licht en energie in de vorm van ATP wordt er glucose gevormd. Zes uh, O2-moleculen, ofwel zuurstofmoleculen. En uh, van de ATP wordt er een fosfaatgroep afgekoppeld. En bij deze energiereiche reactie ontstaat er uiteindelijk ADP en een losse fosfaatgroep. Nou, hier zien we het nog eens uh, schematisch weergegeven: die fotosynthese, ofwel koolstofassimilatie. Er wordt namelijk 6CO2, 6H2O samen worden uh, uh, omgevormd tot C6H12O6, ofwel glucose, en 6O2, 6 zuurstofmoleculen. <coughs> Dit proces vindt allemaal plaats in de bladeren van de bomen en wel heel specifiek in het bladgroen. Hier zie je het bladgroen in de huidmondjes en via de huidmondjes. Kunnen die stoffen, die O2, H2O en CO2, kunnen daar langs naar binnen en naar buiten? Op welke manier vindt nou precies dat transport plaats? Nou, er vindt bijvoorbeeld transport plaats via de houtvaten. Eh, daarbij worden watermoleculen en opgeloste stoffen worden opgenomen door de wortels van de plant. Nou, in die wortels vindt worteldruk plaats. Er komt. Doordat de osmotische waarde in de houtvaten hoger is dan in de bodem. Hierdoor wordt dus het water de wortels ingezogen en gaat de stam in. Via de houtvaten gaat het naar boven. <coughs> en doordat die houtvaten zo smal zijn, vindt er capillaire werking plaats en gaat het water met een druk naar boven de bladeren in. Nou, in die bladeren zitten huidmondjes en via die huidmondjes. Uh, vindt er verdamping van het water plaats. En door die verdamping wordt ook nog eens extra dat water naar boven getrokken. Hier uh, de, de boom in, hè, de bladeren in. En uh, nou, die opgeloste stoffen, die worden opgenomen uh, door uh, de cellen in de bladeren. En die watermoleculen die gaan naar buiten via de huidmondjes uh, weer de lucht in. Nou, die uh, opgeloste stoffen, onder andere nitraat, die zijn van belang bij de voortgezette assimilatie. Daar komen we later nog op terug. Nou, naast uh, water is het ook belangrijk uh, dat er lichtinval uh, <coughs> licht, uh, is. Dat licht, namelijk, dat licht uh, wordt namelijk opgenomen... Door de bladeren. En hier zie je het kleurenspectrum wat wordt opgenomen door uh, onze bladeren. Uh, het groene licht, dat wordt niet geabsorbeerd, dat wordt weggekaatst. Het geabsorbeerde licht, dat wordt tijdelijk opgeslagen in ATP-moleculen. En die ATP-moleculen, die worden weer gebruikt bij de vorming van glucosemoleculen. Ja. En uh, hier zie je dus uh, heel duidelijk weergegeven uh, dat. Um, het absorptiespectrum van het chlorofiel, dat dan dus ligt voornamelijk bij de oranje tinten en bij de paars tinten. Nou, dit hele proces vindt plaats in de chloroplasten van de plant. De chloroplasten die bevatten chlorofiel. En chlorofiel kan energie uit licht omzetten in chemische energie. En daarnaast vinden in chloroplasten ook enzymen, en die spelen ook een rol bij de fotosynthese. Nou, die glucose die kan uh, door voortgezette assimilatie omgevormd worden in polysacchariden of vetten. Nou, deze processen uh, die kunnen zowel plaatsvinden in heterotrofe organismen als in autotrofe organismen. Daarnaast wordt er door voortgezette assimilatie in planten. In autotrofe organismen, dus ook in uh, bepaalde plankton die bladgroen bevatten, die kunnen uh, eiwitten vormen. En um, die eiwitten uh, die, uh, kunnen dus niet gevormd worden in heterotrofe organismen. Die hebben daar uh, namelijk de aminozuren uit de plant voor nodig. Hier komen we later nog op terug. Uh, nou, naast het assimilatieproces, dus naast de opbouw uh, van glucosemoleculen, kunnen de moleculen ook afgebroken worden. En dat uh, gebeurt in uh, de vorm van dissimilatie. Nou, om te beginnen gaan we het hebben over aerobe dissimilatie. We hebben hier namelijk een glucosemolecuul, zes zuurstofmoleculen en ADP met de fosfaatgroep. Nou, middels het proces van verbranding. Ofwel dissimulatie, worden er zes koolstofmoleculen gevormd, zes uh, waterstofmoleculen en uh, ATP en warmte. Nou, uh, we hebben dus 6 CO2, 6 H2O, ATP en warmte gekregen. Ditzelfde proces, afbraakproces kan ook Anaerobe plaatsvinden, dus zonder de aanwezigheid van zuurstof. Dit verbrandingsproces wordt ook wel anaerobe dissimulatie genoemd. Nou, en daar kan dan 2-ethanol, 2-CO2 en ATP uitgevormd worden. En dat wordt ook wel alcoholgisting genoemd. Daarnaast kan uh, die glucose ook afgebroken worden anaerobe. Uh, en daar ontstaat er 2 melkzuur. Uh, Moleculen. En uh, dit proces wordt ook wel melkzuurgisting genoemd. Ook bij die melkzuurgisting komt er ATP vrij. En uh, die melkzuurgisting wordt onder andere gebruikt bij de vorming van kazen, yoghurt, zuurkool en ook in je spieren. Als er te weinig zuurstof bij je spieren komt, dan vindt er melkzuurgisting plaats. Uh, hier zie je het nog eens schematisch weergegeven: hier zie je het uh, dissimilatieproces. Daarbij wordt energie gevormd in de vorm van ATP. Nou, en die energie wordt bij de assimilatie verbruikt. Daarbij wordt de energierijke koppeling tussen de tweede en de derde fosfaatgroep losgekoppeld. En de energie die daarbij vrijkomt, die wordt tijdelijk opgeslagen in ADP en die fosfaatgroep. Nou, als die dan weer aan elkaar uh, gaan koppelen... Dan eh, krijg je dus weer dat dissimilatieproces waarbij dus die ATP gevormd wordt. Op die manier is de cirkel weer rond. Nou, naast de afbraak van koolhydraten worden ook vetten en eiwitten afgebroken. Nou, bij de afbraak van vetten komt er heel veel energie vrij in de vorm van ATP. En bij de afbraak van eh, eiwitten worden er allemaal losse aminozuren gevormd. En die aminozuren. Die dissimuleren weer in ammoniak. En die ammoniak is stikstofhoudend. En die wordt bij de mensen via de urine in de vorm van ureum uitgescheiden. En bij andere dieren wordt die in de vorm van urinezuur door de urine uitgescheiden. Nou, als we het hebben over de dissimulatie van eiwitten, dan moeten we natuurlijk ook kijken hoe nou de opbouw van een eiwit precies gaat. Nou, we hebben een glucose uh, molecuul. En samen met nitraat en energie in de vorm van ATP, ontstaan er allemaal aminozuren. Nou, die aminozuren die ontstaan dus in planten, niet in dieren, dat kan niet. Alleen planten kunnen dus glucose omzetten in aminozuren. Nou, uh, hoe kunnen dan. De dieren uiteindelijk eiwitten vormen. Nou die nitraat-ionen die worden opgenomen door de plant en die plant vormt daar dus speciale type euh, aminozuren van en die aminozuren die door euh, nitraat-ionen gevormd worden die zijn stikstofhoudend. Daarnaast kunnen er ook door de planten sulfaat-ionen opgenomen worden en die sulfa sulfaat worden ook uh, opgeslagen in de uh, plant. En die vormen uh, ook specifieke aminozuren, namelijk zwavelhoudende aminozuren. Nou, die planten die worden gegeten door een konijn, uh, bijvoorbeeld. Nou, dat konijn, dat kan dus die aminozuren die gevormd zijn in die plant weer omzetten in andere aminozuren. En uh, die aminozuren uh, die uh, in. Uh, in dat uh, dier, in dat consument uh, ontstaan zijn. Uh, die kunnen dus aan elkaar gekoppeld worden en die vormen dan uiteindelijk een eiwit. Nou, ik hoop dat de processen voor assimilatie en dissimilatie nu een beetje duidelijker zijn geworden voor jullie. Dit was hem. Tot de volgende keer.